dan moet hij zo helemaal op die camera bij me, anders neemt die camera dan op. Dat valt zo mee. En toen had ik een bepaalde blauw zweem helemaal over het beeld heen. En toen dacht ik, hoe komt dat zweempje er nou op? Ik kon er niet achter komen, ik heb die camera weer bekeken, ik heb dat niet bekeken, heb ik wel goed ingesteld. Heb de witbalans ingesteld om lamplid of voor automatisch, maar automatisch doet hij het beste. Althans voor deze, dan moet je heel veel op letten. Dan had ik een wit werkblad. Dat reflecteert enorm, dit reflecteert en dat krijg je ook een bepaalde zweem, een lichtzweem krijg je dus door dus in de camera. Wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon dit blauwe papier gepakt, die velle papier leg ik gewoon op de tafel. Dat is donker en het is mat. Dat is mat. Het reflecteert niet. En dat is het beste wat het is. Dan heb je die reflectie ook niet. Maar je hebt hier enorm veel wit natuurlijk. Straks als ik dus een stukje film ga draaien en ik ga demonstreren, ik neem met de camera op. Dan doen we de licht gewoon in deze zaal uit. We hebben genoeg bijlicht van de projector hier. We hebben genoeg bijlicht van die noodgangplaatjes. En we hebben ook genoeg bijlicht van die deuren daar wel. Dan moet ik denken dat ik dit hoor. Wat zeg je? Dat moet wel dit denken. Dat klinkt mooi voor, ja. Mag ik een koffie weer terug? Nou, maar ik ben enorm dus... Ik loop niet jong, jong. Ik ben enorm aan het experimenteren geweest, ook met deze projector. Alleen deze Kodachrome films, de dubbel 8, die zijn grofkorrig. Die komt veel beter over. Die laten ook minder schaduweffect zien. Tenminste, als je dus die overvloeiers hebt, dan wil hij zo'n automatische camera wel eens dichtklappen en dan gaat het weer open. Dat doet hij bij de dubbel 8 niet zozeer, alleen bij de super 8 wel. Die is veel softer, veel zachter van kleur. En daar zie je dus meer werking in de lens. Ja. Goed, dat was mijn koffie. Dat hoorde bij de lezing inbegrepen. Nou zal ik mijn filmpje pakken. Ik neem gewoon even een filmpje. Dat is onze eerste film van de filmclub geweest. Dat ging over de Vrije Zaterdag. Gewoon niet, dat is een oude dubbelafgefilm. Ik ga dus, dat ga ik eens op de monitor zetten. En dan op een gegeven moment ga ik dit met de monitor opnemen. Gewoon even checken. En voor de tweede keer ga ik hem opnemen, want je moet het ding toch eerst een beetje instellen. Ja, ik heb daar dan de blok opnemen hoor. Ik geef me zit verkeerd in, ik ga maar goed. Nee, toch wel goed. Met deze film is het mooi, kunnen we weer prachtig mooi uithalen. Hè? Even hier achterlangs. Eigenlijk moet je een projector eerst ook warm laten draaien. Nee. Dit is met een schuifweerstand. Dit is de oude Eumig nog. Met een schuifweerstand. En dames en heren, je moet eigenlijk twee handen bij hebben om... er zou iemand bij moeten zitten en zeggen, nou jongens, ik moet gewoon beeld in de gaten houden om een vlakke vrij te houden. Want deze wil nog wel eens schommelen in de weerstand. En de Super 8 die heeft een constante snelheid. Daarvoor heb ik in dat stukje ook even geschreven. Dat de film dus, als je dus films hebt. En je hebt een projector. Want dat hoor ik nogal eens. Dus ook in Nijverdal hoor ik dat bij Vrije. Er was een man en die had al zijn films gekopieerd op video. En toen hadden ze zijn camera, zijn projector aan de kant gegooid. En de film zat in de prullenbak gesmeten. En nou, dat is natuurlijk een grote fout, hè, die je dan begaat. Hè. Als je demonstreren wil, gaat dat niet fout, hè, zeg je nou. Zo, die film komt er door. Nu is de aanloopstrook eraf, dus, maar er zit heel wat aanloopstrook aan om de film dus aan te zetten. Nou, dan gaat die aan. Een valse start heet dat ding. Komt die scherp over of niet? Ja, nu wil ik een plak wel wel. Komt die nu scherp? Ja. Hij is nu scherp. Mag die neonbal ook eens uit? Dan zie je dus, hij gaat ook vlakker, hè? Ja. Wat gebeurt er? Zo net had hij vol beeld. Dat is hier op de ASR. Ja, je bent dan verschuiven geweest. Met een projector ben je gaan schuiven geweest of je bent goed hier aan? In belasting? Ja, verkeerd. Dat is een andere doel. Ja. Het is maar een paar minuten. En dat is de ontdekking van de Vrije Zaterdag. Hij komt, dit is een oost bij Witveld. Hij komt, dacht ik, wel in. Nou, wacht, ik zal de kleur er helemaal afgooien. En ik heb zo dus, met een lamp uit, had ik het beste resultaat wat de film gaat. Ik heb hier links, ik heb dus wel de kabel dat ik dus... Is hier de videocode? Ja. Oh, ik heb die kabel niet bij me. En de evenzonder staat er niet bij. Oh nee, ik heb die kabel niet meegenomen.
camera gelegd. En zodoende ging het geluid naar boven, dus ik heb een beetje nepgeluid erin wezen nog. Het is puur spaduutsel. Dat heb ik ook weer bewust gedaan met oog op het dubbelacht. Het dubbelacht systeem. Dan zal ik dus voor... Nou kan je er zo afdraaien weer, of niet? Wat zeg je? Moet je dit ook stopzetten? Nee, ik heb gewoon de monitor in mijn gaten. Oh. Ik heb het dus niet... Ik heb een film bij me, niet van zwart-wit, maar ik heb een kleurfilm bij me. Die kan ik straks voor hem afdraaien. Ik wil best even deze nog weer opnieuw opnemen hoor. Ja, zal ik deze opnieuw opnemen nu en het resultaat weer een stukje draaien? Ja, nou, ik dacht het. Dan is de kwaliteit toch iets minder dan rechtstreeks op monitor. Wat zeg je? Dan is de kwaliteit toch iets minder dan rechtstreeks op monitor. Nou, bij zwart-wit zijn perfect hoor. Zijn perfect. Ja, maar kleuren dan iets minder. Ja. De kleur, ja, dat hangt vanaf je monitor hoe je hem zelf instelt, hè. En hoe je dus de gradatie instelt. Film, hè? Moet je dat op een gezonde manier doen? Ja. Nee, ik heb hier een houder voor. Ik heb hier een houder voor. Dat hij ook heeft dus. En hij heeft dus ook de diahouder. Je kunt hier een houder zo voorzetten. En dan kun je dia inschuiven. En je zet hem de uiterste punt van de macro, stel je hem in, dan heb je hem gelijk scherp. En dat zie je ook door je oculair, dat hij scherp is. En achter de grond liggen, wat voor licht moet je hebben? Dan kun je gewoon daglicht nemen. Buiten. Ja. Buiten. Of een lamplichtje of wat dan ook. Scherp. Met twee lampen erop. Ja. Dat is mooi. Op het scherm, scherm erop en twee lampen erop. Ja. Dan krijg je dus de achtergrond goed wit. Mooi. Ja. En dan krijg je dus heb je dat bij iedere kamer zo'n voorste stuk of nou, is standaard? Als je buiten doet, moet je altijd oppassen de stand van de zon. Dan krijg je altijd schaduw. Ja, je moet niet tegen de zon in, hè? Nee, dat gaat niet. Maar dat zit er, dat zit. Je koopt een dia overzet. Dan hoef je alleen maar goede dingen met een band met hem. Naast een toevallig ja, maar dan hoef je dus niet alle dia's in projectietafel en alle spul mee te nemen. En dan hoef je alleen maar mooie lekker in de zon, hè? Ja, nog veel. Scherp genoeg. Zo, nu heb ik hem dus staan op. Ger heeft even een trouwfilmpje, een oud trouwfilmpje. En die ga ik erop kopiëren. Hij heeft even zijn film dus even in mijn camera gestopt. Dus hij wil die graag op die proef even zien. Daar zit namelijk al een kopie op van dat filmpje. En dan komt er een tweede kopie achteraan. En dan gaan we dat proberen. Zie jij natuurlijk een verschil morgen. Natuurlijk denk ik wel. Kom je in de camera. Kom je in de camera. Je merkt een zootje wel. Hij staat nu bij start. Ja. Als je deze maar als je opneemt, dan neemt die kleur op van ons. Ja, dat is maar zo. Maar wij zeggen een scherm met twee lampen. Dan heb je een rapkleut bij opvragen. Dan ben je dat hoeft niet meer. Ja, want ik zit nu op een camera. De camerafilm ga ik monteren. Dus dan heb ik toch van dat lachen. Nee, ik weet niet in hoeverre dat dus... Dan kun je dus een wit plaatje dan. En ik ruis je.